Welkom bij aflevering 4 van Mario vs. Donkey Kong. Vandaag gaan we naar Miniland. En in deze Mario vs. Donkey Kong serie laat ik niet alleen de game zien, maar vertel ik ook kleine verhaaltjes aan jullie over de game. Wacht, laat ik eerst eens even kijken wat ik hier moet doen. Die sleutel moet daar naar boven. Oh, kijk. Oké, ik kan daar naartoe springen. En dan zo. En dan word ik... Ah, kijk, dan word ik die kant opgeblazen. Ja, nice. Sleuteltje oppakken. Hartstikke idee. Dan denk ik hierop. Dan word ik hier omhoog. Kan ik zo die sleutel gooien? Nee. Wacht, moet ik deze sleutel op die bloem gooien? Ja, en dan zo. Dan wordt hij daar naartoe geblazen. Oké, duidelijk hoe dit werkt. Ja, nice. Nou, voordat we aan level 2 beginnen, doe even een duimpje omhoog. En abonneren, hè, als je van Nintendo houdt. Want dan moet je op dit kanaal zijn. Anyway, vandaag wil ik het gaan hebben over Donkey Kong. Want, nou ja, ook over Donkey Kong, maar ook over de games van Donkey Kong. Want Mario, die begon zijn carrière natuurlijk met de Donkey Kong games. Samen met Pauline. Alleen die twee, die heten toen allebei anders. Mario heette namelijk Jumpman, oftewel Springman. En Pauline, ja, heel simpel, die heette gewoon Lady. Niet meer en niet minder dan dat. Even op deze knop springen, zo. En dan ja, hier naartoe. Ja, dan kan ik hier naar beneden en dat andere cadeautje eens even oppakken. Zo, dan gaan we gewoon zo hier naar boven, ja. En Donkey Kong, die heette toen wel Donkey Kong. Miyamoto, de bedenker van Mario en Donkey Kong, die heeft namelijk later wel eens een keertje gezegd dat Donkey verwijst naar dom of naar stomheid en Kong, dat was slang voor aap in Japan. Dus eigenlijk betekent Donkey Kong gewoon stomme aap. Maar wel grappig dus dat de eerste game gewoon Donkey Kong heette en Mario gewoon Jumpman was. Mario en Pauline hadden dus eigenlijk gewoon een bijrol destijds. En Donkey Kong was waar het allemaal om ging. Nou, hoe omgedraaid is dat tegenwoordig? Nu speelt Mario de hoofdrol. En moet ik maar eens even kijken hoe ik daarop ga komen. Oh, wacht even. Ik denk dat ik de trampoline moet pakken. Wel even benieuwd waar ik dan nu naartoe moet. Moet ik dan nu deze knop aanzetten zo? Dan de trampoline meenemen? Is dat een ding? Ik denk het wel. Wacht even. Ik moet natuurlijk eerst even het cadeautje oppakken. Ik zit zo te praten dat ik niet meer op zit te letten. Zo. Want die kan ik nu zo pakken. Ja, cool. Maar hoe gek zou het zijn als iemand nu een game maakt, als Nintendo een game maakt en ze zeggen, mijn game die heet Stomme Loodgieter. Dat zou heel gek zijn. Even koekeloeren hoor. Hier, de sleutel oppakken. Die kan ik niet meenemen naar beneden. Die moet ik dan weer daar naartoe gooien. Ben ik bang? Oh, dan moet ik heel snel zijn. Oh, maar dat ben ik denk ik wel. Denk ik wel. Denk ik wel. Kom op Mario, wees snel. Pak de sleutel. Ja, oké, we hebben hem snel genoeg te pakken. Af en toe dan moet je nog best wel je best doen in deze games. En het scheelde weinig, jongens. Of Donkey Kong en misschien zelfs wel Mario, die hadden niet eens bestaan. Kijken waar ik nu naartoe moet worden. Ik kan hier naar boven zo. Blauwe knop even indrukken. Kijken wat er dan gebeurt. Kan ik in ieder geval hier naartoe. Kan ik mezelf laten meevoeren door deze bloemen. Kan ik hier een cadeautje pakken. Zo, jemig. Ik denk dat ik even de gele knop in moet drukken. Dan kunnen we namelijk hier afspringen. Maar hoe ga ik dit blauwe cadeautje pakken? Ja, oh, wacht even. Dan heb ik de trampoline hierboven nodig. Dat kan wel. Dan kunnen we zo. Ja. En zo. Cool. Lekker. Ja, we moeten even weer een rondje gaan lopen. Waar is die gekke kronk? Gekke kronk is boven. Oh, ik kan hier niet doorheen. Oh, wacht even. Oh, wacht. Ik snap hem. Ik snap hem en het zit al goed. Trampoline ligt hier. Hoppakee. En dan naar boven. En dan deze pakken. Lekker. Oké. Wat een vlot. Deze hebben we ook te pakken. Maar destijds in de jaren 80, begin jaren 80 had Nintendo het eigenlijk... Ja, die hadden het best wel zwaar te verduren. Ik hoor de bom. Ik hoor de bom. We moeten... Kom op, bom. Ontplof. Ja, top. Dus Nintendo had het best wel pittig destijds. Ging niet zo goed met Nintendo. En Nintendo dacht, nou, we hebben eigenlijk een bekende naam nodig. Een bedrijf of een ja, bekend figuur wat ons gaat helpen bij natuurlijk al onze problemen. Zoals dat wel vaker gebeurt. Hoppakee. Grote namen doen het namelijk altijd goed op het moment dat het niet zo lekker gaat met een bedrijf. En Nintendo dacht, nou... Wij kunnen Popeye misschien wel gebruiken. Wij willen de naam van Popeye gaan gebruiken. Om te gaan kijken of Popeye ons misschien wat bekendheid weer kan geven en opleveren. Dus wij willen heel graag een Popeye game gaan maken. Een Popeye, dat was natuurlijk voor degene die het niet kende. Die had ook heel graag... Die wilde heel graag een relatie. Een vriendinnetje. En dat vriendinnetje heette Olijfje. Daar was Popeye verliefd op. Maar Popeye kon Olijfje nooit echt krijgen. Nou, weet je. En dat is een beetje hetzelfde als Mario met nu Peach natuurlijk. Maar
vroeger met Paulien. Dus Nintendo dacht, hey, als wij nou eens even Popeye gaan gebruiken daarvoor, dan zou dat ons best wel eens kunnen helpen. Nou, Nintendo kreeg de rechten niet voor Popeye. Dus even kijken, volgens mij moet ik dan de gele knop straks aanzetten. Hoe moet ik dit doen? Hoe kom ik überhaupt daarboven? Oh, wacht even. Ik moet hem natuurlijk laten vallen. Ja, ik snap hem. Kijk, dan loopt hij nu op dat rode en dan doe ik dit en dan komt hij naar beneden en dan top. Nintendo kreeg dus de rechten niet voor Popeye. En toen dachten ze, nou, dan moeten we zelf maar karakters gaan maken. En toen hebben ze dus Donkey Kong, de aap en Mario en Paulien gemaakt. Nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Eigenlijk dus supergoed. Maar het had dus weinig gescheeld of Nintendo had nooit Mario en Donkey Kong gemaakt. Maar hadden ze dus gewoon een Popeye game gemaakt. Ja, ik denk dat het een geluk bij een ongeluk is geweest. Want Nintendo is er nou niet bepaald slechter op geworden door dit door te gaan met Mario. Dus ik denk dat ze maar blij mogen zijn dat ze dus hun eigen karakters hebben gemaakt uiteindelijk. Hoppakee, Bobby is ook weer van de partij. Ontploft. En deze pakken we ook op. Lekker. Perfect. Level 3. We gaan door naar level 4. Maar wisten jullie dat deze Donkey Kong niet de Donkey Kong is uit de allereerste Donkey Kong uit de jaren 80? Dat is namelijk tegenwoordig Cranky Kong, die we ook misschien wel kennen. Cranky Kong is de opa van de donkey die we nu kennen. Ja, we moeten even ingewikkeld houden allemaal, jongens. Moet allemaal niet te makkelijk worden natuurlijk. Even koekeloeren waar we nu naartoe gaan. Nu heb ik blauw ingedrukt. Hey, je moet sowieso blauw indrukken om boven te komen. Dan moet je geel indrukken. Maar eigenlijk wil ik die niet, want ik wil hier gewoon langs. Dan natuurlijk ook weer terug hieronder langs. Doen we blauw? Oh, dan doen we geel aan. Ja, kijk, en dan gaan we dus naar beneden hier. Lopen we hier overal langs. En dan gaan we daar toe. Ja, oké, ik heb hem. En dan nog even op tijd springen. Lekker. En dan rood aan. En dan kunnen we met de sleutel naar beneden. Maar de originele Donkey Kong, dat is dus wie nu Cranky Kong is. Dan heb je ook nog Donkey Kong Jr. Die kennen jullie misschien ook nog wel. Donkey Kong Jr. zit bijvoorbeeld, ik moet het even iets beter timen, in de originele Mario Kart. Daar heb je Donkey Kong Jr. En Donkey Kong Jr., dat is dus weer de vader van de huidige Donkey Kong. Ja, om het even makkelijk te houden allemaal. Dit had ik volgens mij niet moeten doen. Of wel? Nou, misschien wel. Kan ik dat cadeautje pakken daar? Ja, cool. Lekker. Cadeautje pakken. En dan, oh ja, en dan er doorheen zo. Kan ik zo straks hier overheen? Kan ik in ieder geval even zo een upje pakken. Gaat de gele aan. Moet ik straks weer even terug? Ik wou dat heel snel doen, maar beter niet. Zo. Door de gele heen. Cadeautje pakken. Oh, oh, rustig aan. Doorspringen. En, oh ja, oef. Dat ging net goed. Maar er zijn dus eigenlijk drie verschillende Donkey Kongs geweest. De Donkey Kong die nu Cranky Kong is. Donkey Kong Jr., de zoon van Donkey Kong. Ja, a.k.a. Cranky Kong. En dan heb je nu dus de huidige Donkey Kong. We gaan door naar level 5. Oké, we gaan even deze daar naar boven halen. Dan gaan we die hier naartoe laten blazen. Kan ik hiermee een uppie pakken? Kunnen we hier misschien wel eventjes cadeautje pakken door deze uit te zetten. Ondertussen vliegt er ook nog een vogel waar we niet zo gek veel last van hebben nog, wou ik zeggen. Maar hij komt wel, nu komt hij wel laag te vliegen, dat irritante beestje. Gaan we deze denk ik maar eens indrukken, de blauwe. Ik heb wel de trampoline nodig. Dat mag duidelijk zijn. Kan ik die daar zelf overheen gooien? Ja, kijk. Cool. Wat ziek idee. Oh, oh. Sleutel pakken. Kom op. Kom op, Mario. Ja, lekker. Top. Ja, dus er is genoeg te vertellen over Donkey Kong, jongens. Nogmaals, als jullie het leuk vinden dat ik af en toe dit soort verhaaltjes vertel, laat het vooral even weten in de comments. Ik vind het zelf wel lachen namelijk. Kan ik niet hier gewoon vallen? Waarom kan ik daar niet gewoon vallen? Moet ik dat vanaf de onderkant pakken? Denk het. Ik denk dat ik die dan zo moet pakken. Ja. Oké, de trampoline gaat inmiddels mee. De trampoline gaan we straks naar de overkant brengen. Door deze zo te gooien. Dan ga ik er zelf ook achteraan. Eerst even de trampoline daar, zodat ik hier dit cadeautje kan pakken. Oh ja, en dan zijn we er. Lekker! Woep, 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 woep. Nice! Alles perfectos! Door naar level 6. Oké, wat moeten we hier doen? We gaan dan hier naartoe. Hier kan ik nu nog niks doen. Dus ik heb eerst een bom nodig. Zou ik die bom mee kunnen nemen? Ja, kijk, dat kan gewoon. Hoppa! Oké, nemen we die bom ook even mee voor deel 2. Om hem daar tegenaan te plempen. Ik denk dat we ook best wel veel bommetjes hier naartoe mee moeten nemen. Sowieso. Voor onze. Ah, terugweg! Dit ging bijna fout. Het ging sowieso niet helemaal goed. Ik wou hem in de hoek gooien. Dat is niet gelukt.
Oh shit. Ik wou op dat ding springen. Oké, dit ging nu wat beter. We hebben hier dit cadeautje te pakken. Maar nu. Ik denk dat ik nu namelijk door blauw moet springen. Ja, kijk. Oké, super. We hebben hem door. Moest alleen niet te gierig en te snel doen. Wat een idee. Oh, wacht even. Wel natuurlijk de rode knop. Zo. Nee. We hadden de gele knop moeten hebben. Kan misschien nog steeds. Misschien. Ik weet het niet zeker. Als ik nu door geel ga... Ja. Met een omweggetje, maar dan hebben we hem ook. Toppie! Oké, level 2. Hier, zo krijgen we in ieder geval deze. En daarmee kan ik hier naar boven zo met de trampoline. Dan gaat die trampoline zo. Dan gaat de trampoline zo. Dan ga ik daar achteraan, wou ik zeggen. Maar zo werkt dat niet. Maar ik kan natuurlijk wel hier naar beneden. Ik denk dat ik de blauwe knop dan eventjes in moet drukken. Kan ik dan dit cadeautje hier pakken? Dat haal ik dan net niet. Oké, misschien moeten we terug. Misschien moeten we eerst hier naartoe. Dan de rode knop indrukken. Misschien niet hier. Nee, misschien toch niet. Ik ga het eens even bekijken. Kan dit? Misschien moet dit zo. Deze. En dan de trampoline daar naartoe. Ik vind dat ding wel gevaarlijk daar. Ja, kijk, dan kan ik zo springen. En dan hier naartoe. Ja, dan heb ik het cadeautje. Oké. En ik kreeg nog bijna bom op mijn bakkes. Maar op deze manier lukt dit. Lekker, man. Nog steeds 100%. Hoppakee. Mini Mario level en uppie level. Pakken we natuurlijk eerst het uppie level. Oké, ik zie een sleutel. Ik zie al mijn uppies. Sleutel gaat omhoog. Ja, helemaal prima. Ga ik ook even omhoog. Begin ik met uppie 1 hier zo. Uppie 2. Ik weet niet of dit gaat lukken hoor. Die sleutel is vrij vlot namelijk. Ja, oké, ik heb de sleutel te pakken. Ik heb alleen geen idee hoe ik bij dit uppie kom. Of is dat gewoon... Misschien dat ik gewoon eerst op de kist moet springen. Nou ja, maakt niet uit. Dit is ook lekker. En door Mini Mario's. Oh, ik ben nu alweer heel benieuwd naar de Donkey Kong Boss Battle, hè. Maar eerst moet ik even de Mini Mario's ergens naartoe zien te leiden. Ik denk dat ik eerst even hier omhoog ga. Deze knop indruk. Dan kunnen zij namelijk lekker naar de overkant zweven. Ja, dan moet ik nu de rode knop indrukken. Dan gaan ze allemaal naar boven. Oké, ze zweven daar nu allemaal. Dan gaan we de gele knop indrukken. Kijk, dit gaat goed. En dan moeten we denk ik weer de rode knop indrukken. Ik hoop alleen... Ja, dan gaan ze naar beneden. Ja, kijk. Oké, kom maar. Ga maar. Ik denk dat ik even de blauwe knop in moet drukken. Dan kunnen zij namelijk niet verder lopen. Oh, oké. Niet helemaal dus. De rode knop indrukken. Nee, de rode. Ja. Kijk, dit kan. Zo. Kan er alvast 4 naar de kist leiden. Kijk, die gaan alvast de kist in. Met de blauwe moet ik denk ik even nog een rondje maken. Ik bedoel, met deze laatste twee. Daar moet ik nog een rondje mee maken. Die waren bijna gevallen, jongen. Dat is niet de bedoeling, hé. Dat is niet de bedoeling, mate. Oh ja, rode knop. Ja. Kom maar. Kom maar erachteraan. Ik wil de blauwe knop even aandoen, jongens. Doe ik nou weer dezelfde fout? Nee, ik doe niet dezelfde fout. Zo. Rode knop. Ga maar naar de kist. Ja. Toppie. Lekker, jongens. Whee. En dan nemen we het kistje weer mee. Naar de speelgoedfabriek. Whee. Ja, dat vind ik ook, jongens. Perfect. Donkey Konky, let's go. Oh ja, en laat trouwens even in de comments weten waar jij graag nog wat feitjes over wil horen. Waar moet ik wat feitjes over opzoeken? Wat vinden jullie leuk om te horen? Oké, ik heb hier een blauwe kist. Die kan ik op zijn hoofd gaan gooien. Op deze manier. Ik heb een gele kist. Die kan ik op zijn hoofd gaan gooien. Dan moet ik wel hier eventjes inspringen. Oh, hij gaat wel heel hard nu. Hij heeft weer de gele knop ingedrukt. Nu ga je de blauwe knop indrukken. Hier op jouw bakkeroni. Lekker. 2-0 staat het voor mij. We gaan hier omhoog. Huh? Oh, jammer. Oké, die is weg. Huh? Oké, rooien. Rooien. Oh, shit. Oh, wat gebeurt er? Oké, die was wel raak. Lekker. Ik weet niet hoe. Ja, dit was het, Donkey. Dit was het. Bedankt dat je de rode knop voor mij aanzet. Maar laat in de comments weten waarover jij graag nog wat feitjes wil horen. Misschien dat ik dat dan voor je op kan zoeken. Dat zou superleuk zijn. En inmiddels hebben we de vierde wereld ook alweer uitgespeeld. Op 100%. Met een perfecte score. Heerlijk. Waar mogen we hierna naartoe? Dit was Miniland. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En in de volgende video... gaan we naar de Griezelvilla. Dat klinkt superleuk. Dat is wereld 5. Ik zie jullie daar. Mazzel!